Van harte welkom bij de eerste uitzending van de nationale finale van het Prinses Christina Klassiek Concours. Vanwege de beperkende maatregelen in de Nederlandse concertzalen hebben we dit jaar de nationale finale anders moeten vormgeven dan dat u van ons gewend bent. We zijn vandaag te gast in de Leeuwenbergkerk in Utrecht om samen met Concertlab deze nationale finale op te nemen. Concertlab is een initiatief van cellist en cultureel ondernemer Gavriel Liedkind. En hij heeft zichzelf als doel gesteld om de perfecte opnamestudio te creëren voor klassieke muziek. We zijn dan ook heel erg blij dat het Prinses Christina Concours de eerste organisatie is die van deze locatie gebruik mag maken. In aanwezigheid van een beperkt publiek, de vakjury en tal van camera's spelen de finalisten vanavond hun concertprogramma. U kunt instrumentalisten verwachten op piano, saxofoon, marimba, er is een zanger en zelfs een strijkkwartet. De afgelopen maanden hebben de finalisten ondanks de lockdown keihard gestudeerd om vandaag hier op het podium eindelijk weer voor u te kunnen spelen. Ook dit jaar zijn er weer tal van prijzen te vergeven bij de finale van het Prinses Christina Concours. Bijvoorbeeld een concertreis naar keuze, masterclasses bij de favoriete docent van deze finalisten of optredens met beroepsensemble in binnen- en buitenland. Ook u als internetkijker kunt uw stem uitbrengen op uw favoriete finalist. Vanavond om 10 uur na de uitzending van dit concours kunt u via christinaconcours.nl uw stem kenbaar maken. Ik ben Alexander Jansen, ik ben 15 jaar en ik speel piano. Ik ga 3 stukken spelen, dus ik begin met Debussy, Generale Lavine. Een zeer mooi stuk, het is een impressionistisch stuk. Dan als tweede ga ik een Chopin-etude, opus 10 nummer 3, Tristesse. Het is een hele mooie etude. Als laatste zal ik een prelude van Rachmaninoff spelen. Het is opus 23 nummer 5, het is een G-minor, het is een fantastisch mooi stuk.
Ik ben Christian Berg. Ik ben 15 jaar oud en ik speel veel. Toen ik in de peuterspeelzaal zat, was er ook een muziekschool ernaast. En ik zag elke keer een meisje met een vioolkist. Ik vroeg aan mijn moeder wat er in die kist zat. Ze zei dat het een viool is. En ja, ik wist echt niks van viool, maar ik zei gewoon, ja, ik wil het. En toen ging ik op vioolles. Thank you.
Ik vertel graag wie de aanwezige juryleden vanavond zijn. Te beginnen met onze juryvoorzitter Michel Dispa. Ook violiste Lisa Jacobs heeft zitting genomen in de jury, naast fagotiste Dorian Cook. Voor slagwerk en percussie hebben wij Dominique Vleeshouwers gevraagd en voor de koperblazers Martin van der Merwe. Ook pianist Paolo Giacometti is van de partij. En tot slot hebben we Cecilia Tunissen, regisseur bij Orkaan, gevraagd om op een andere manier naar onze deelnemers te kijken, namelijk op het gebied van de podiumpresence, iets wat ongelooflijk belangrijk is voor een verdere toekomst.
Ik ben Willem, ik ben 14 jaar en ik kom uit Kolmerswaag. Ik begin met een prelude van Scriabin, opus 11, nummer 10. Daarna ga ik een Constellation van Liszt spelen, nummer 3. En het laatste stuk, dat is een etude van Chopin, opus 10, nummer 12. Ja, die wil ik ook zeker wel een keer spelen.
alle 23 finalisten winnen vanavond sowieso de PCC Academy prijs. En dat betekent dat zij de komende jaren tal van workshops krijgen om samen met ons een duurzame carrière binnen de klassieke muziek op te bouwen. En daarbij moet u denken aan workshops op het gebied van de marketing, financiën, positionering, podiumpresence en nog veel meer. Daarnaast gaan we alle muzikanten trainen om in de Classic Express, onze rijdende concertzaal, concerten te kunnen geven voor basisschoolleerlingen en kinderen uit het speciaal onderwijs. Kortom, iedereen is een prijswinnaar. Mijn naam is Arne Beynens. Ik ben 14 jaar en ik kom uit Houtale Oost in Limburg, België. Ik ga Oriental van Barat spelen. Dat is een werk wat ik ongeveer een jaar geleden heb gekregen. Maar dankzij het Prinses Christina concours heb ik die periode lang mogen uittrekken.
ik ben Donna. Ik speel cello sinds ik 5 ben. Ik hou ontzettend veel van muziek. Ik kan er heel blij van worden. Het kan me troosten. En dat helpt mij heel erg in het leven, in het algemeen. Ik hou heel erg van de zachte en brommende klank van de cello. Ik ga spelen van Glier, de ballade. En van Bach uit de 3e suite ga ik de Gigue spelen. Deze stukken heb ik onder andere gekozen omdat het heel verschillend is in muziek. De Glier is eigenlijk heel rustgevend en heel dromerig. En de Bach is heel erg actief en blij en beetje boos soms. En dat is heel veel door elkaar. En dat vind ik zo leuk, dat je het verschil kan laten horen als je speelt. Thank you.
De afgelopen jaren hielden wij onze nationale finale van het Prinses Christina Concours in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Met het kaartje dat u daarvoor kocht, steunde u het concours. En dit jaar kunt u maar liefst naar 23 finalisten kijken zonder er iets voor te betalen. Maar u kunt dus nog steeds ondersteunen door een donatie te doen via onze website. Ik ben Yuming. Ja, ik ben 17 jaar. Marchant sur les flots van Liszt is een romantisch stuk en dat past goed bij mij. De titel spreekt me ook aan, want Marchant sur les flots vertaalt naar Nederlands die dan lopen op de golven. En dat is iets bijzonders, denk ik. Je kan ook heel duidelijk de golven horen in het stukje. En ook de opbouw en misschien ook een grandieuze golf in de tweede helft van het stukje. En het is ook technisch en muzikaal, denk ik, niet zo gemakkelijk, dus is wel goed voor een wedstrijd. Thank you.
Mijn naam is Leen Jansen. Ik ben 18 jaar en ik kom uit Gruytrolle. Ik ga Fantasie Caprice van Jean Absil spelen in de nationale finale. Het sprak me gewoon super hard aan en het is kamermuziek en ik hoor dat gewoon heel graag. En ik heb dat eens beluisterd en ik dacht van ja, dit is het stuk dat ik wil spelen.
Oh, my name is Keith. I'm 20 years old and I come from Hong Kong. I don't own an instrument at home. That's one of the reasons, because I don't want to bother my neighbors too much, because percussion can be really loud. I started with a different instruments. I started with piano and singing. And percussion is mainly because my sister did that. Ik hou van Nederland. Ik hou van slagwerk. And ik hou van eten. I don't know.
Op 26 september om 8 uur 's avonds maakt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet samen met de juryvoorzitter en mijzelf de prijswinnaars bekend van de nationale finale 2020. Tot dan!